ons eerste deel is klaar. Nu gaan we een stukje hoger ook terug zo'n kiem leggen. Maar omdat we niks hebben om op te rusten, gaan we eerst fietsen. Mijn i, fietsen. Voordat we dan terug onze kiem kunnen doen. We plooien de uiteinden rond je priem, zodanig dat we al een schoon bochtje hebben. Dan gaan we punt naar gat leggen. En zo hebben we een lus waar we kunnen mee beginnen. Die lus die leggen we nu over een tak. En nu gaan we deze twee willige takken rond elkaar draaien. En dan gaan we pas over naar een volgende staak. En dan proberen we ongeveer die hoogte te houden. En je ziet als die kleine uiteinden te kort worden, dan laten we die achter. Dan doen we daar niks meer mee. Als ze te dik zijn, dan gaan we geen twee keren meer ronddraaien, maar dan gaan we het bij één keertje houden. En dan gaan we daar een kiemrand over zetten. Hier moet mijn opening komen, waar dat later de armen gaan doorkomen. Deze twee moeten weg. En dan ga ik, als ik met die ene tak net voorbij de eerste ben, ga ik die een eerste daarbij leggen. Daar mooi achter leggen. Dan ga ik verder met een deze, voor twee, achter ene. Deze moet ook nog weg, dus ik ga die daarbij leggen. En dan ga ik gewoon door, voor twee, achter ene. En daar waar ik er twee heb, gebruik ik er uiteraard maar ene. De andere knippen we straks af. En ik ga door. Ik ben hier weer terug aan mijn tweede opening, vlak tegenover de eerste. Dan weet ik dat deze twee weg moeten bij degene die al voor hem gepasseerd is. Ik doe verder met de volgende. Deze moest ook weg en hij gaat samen met degene die voor hem gepasseerd is. En dan ga ik verder zover we kunnen. Aangezien dat we met die opening zitten, gaan we deze hier op dezelfde manier als hier van onder in een winding insteken. Deze zijn wat dikker, dus dat zal iets moeilijker zijn om die daardoor te krijgen. Hier van boven gaat dat terug gesloten worden. Omdat we weer niks hebben, gaan we ook hier van boven weer op dezelfde manier moeten beginnen met twee die in elkaar draaien en daarover terug een kiemrand zetten. Hier hebben we er twee weggedaan. Dan wikken we die takken iets meer rond elkaar. En we gaan verder met onze takken in elkaar te rollen. En dan gaan we daar terug een kiem over leggen. Drie op één plaats. Maar omdat de cirkel kleiner is en hier hebben we uiteraard een grote opening, kunnen ze al een klein beetje samenbrengen. We gaan door voor twee, achter één. Hetzelfde als dat we elke keer hier beneden al gedaan hebben. Wat dat uitsteekt, eraf knippen. En terug onze wissen in elkaar draaien. En intussen de opgaande staken al een beetje naar binnen drukken, omdat we weten dat we smaller moeten gaan nu. Nu gaan we het tweede gedeelte van de kiem hier direct bovenop doen.
Dezelfde techniek als hier van voor twee en achter ene. En die drie werken we helemaal op en steken we dan terug vast zoals we bij die andere gedaan hebben in een vorige winding naar beneden. Al wat dat eruit steekt, dat knippen we weer af. En we zijn weer vertrokken voor ons rondje fietsen. Zorgen dat we terug een basis hebben waarop we kunnen vlechten. Onze fiets is gedaan. Nu gaan we over naar Kim. En omdat ik een kijkgat wil, en dat wou ik graag hier, dat is het midden. Ik ga er vier weg doen, dus als die twee het midden zijn, die twee er nog bij. Dus deze ga ik wegvlechten. Voordat ik die kan wegvlechten, knip ik ze onderaan af. Ik ga deze gebruiken en ineens wegvlechten zodanig dat dat niet meer naar beneden kan vallen. De laatste is omhoog en tussen twee staken in. Dus nu kunnen we met deze daar gewoon over vlechten. Hier ga ik een rand opleggen van 4 achter 2. Dus dan ga ik die eerste neerleggen achter 2. Nu ga ik paren maken. Dus ik ga die linkse voor 3 en achter 1 neerleggen. En zijn kameraad die gaat hier achter liggen. Dan heb ik hier een paar gevormd. Dan heb ik een nieuwe linkse die terug voor 3 achter ene gaat en die zijn een kameraad, die komt erbij. Nu heb ik al paren, nu ga ik altijd één opzij doen, dus de buitenste gaat weg en met de binnenste ga ik door. En zo gaan we door tot op het einde van onze rand. En als je nu voor 3 en achter 1 wil gaan, die 1 is weg. Dus wat gaan we nu doen? Dan gaan we met een grote bocht van binnen naar buiten. Zien dat we geen knikken in ons takken krijgen. Wat gaan we nu doen met de rest? Die gaan we wegpennen. Knikken. Aansnijden. Priem weg, wielig in de plaats. En de laatste nog. Voor de schouders drie takken. De twee dikste gebruiken we voor de buitenkant. En steken we hier naast de opening tot helemaal hier beneden daarin. Deze aan de andere kant. Oké. Die plooien we een beetje naar buiten. Zo. En dan de derde. Voilà. En we gaan hem wel tot daar trekken waar we hem nodig hebben. En dat is tussen die twee andere. Zo hebben we er drie waar dan we de schouders gaan mee maken. Dan heb ik mijn vlechtwissen. We gaan die vaststeken en dan gaan we vlechten. Ik ga het hieronder rond. Zorgen dat onze middenste in het midden blijft. Dan is het weer onder, boven en rond. Voilà, we eindigen hier van onder.
Die steken we dan even in een vorige winding terug een beetje vast, zodanig dat hij al vaster blijft zitten. De uitstekende staken, die moeten afgewerkt worden tot een rand. Ik neem eerst de middenste en dan gaat hem hier terug in. Dus hier knikken, een stuk afsnijden en daarin steken. Al wat dat uitsteekt, nog even bijknippen. En voilà, ons mini-reusje is klaar.